Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki in de startblokken voor CELAC Summit. MIN-OWC bespreekt ontwikkelingen binnen onderwijs. En EZ belicht werkwijze ECD aan handelaren. De 8e summit van de Community of Latin American and Caribbean States, CELAC, is een belangrijke conferentie waar Latijns-Amerikaanse en Caribische landen samenkomen om regionale samenwerking en integratie te bespreken. President Santokki is in de startblokken om deel te nemen aan de bijeenkomst. Het staatshoofd is samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking op 29 februari gearriveerd in Sint Vincent en de Grenadines. Het land is de gastheer van de eendaagse top die plaatsvindt op 1 maart. De bijeenkomst zal zich richten op discussies die moeten leiden tot het formuleren van een verklaring. Door deel te nemen aan deze top kunnen landen hun standpunten en belangen op het gebied van economie, politiek en sociale kwesties delen met andere landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en mogelijk samenwerken aan oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. De betrokkenheid van Suriname bij dit evenement illustreert de inzet van het land voor het versterken van banden met andere landen in de regio en het bevorderen van gezamenlijke initiatieven voor ontwikkeling en samenwerking. Minister Ramdin geeft aan dat er veel aandacht geschonken zal worden aan politieke stabiliteit, veiligheid en migratie. De verwachting is dat ook klimaatkwesties aan de orde zullen komen, gezien het lidmaatschap van Suriname en Guyana bij de Organisatie van de Overeenkomst voor Amazonische Samenwerking, ACTO. Dit zijn allemaal hele belangrijke momenten om een stukje beleid te ontwikkelen, aldus de bewindsman. Op vrijdag 1 maart 2024 heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een persconferentie belegd inzake het onderwijsbeleid. Onderwijsminister Henry Ory heeft aandacht besteed aan de introductie van 2 nieuwe directieleden, studentenhuisvesting en het inspectieapparaat. Wij voeren u terug naar het eerder gehouden persmoment in het Senasu-gebouw. Allereerst wil ik aan u voorstellen, in elk geval 2 belangrijke directeuren die het ministerie komen aanvullen in hun managementkwaliteiten. En met heel blijheid kan ik voorstellen, alvast de heer Dwight Warso di Cromo, dat is de nieuwe directeur cultuur. We hebben al een heel tijdje een stukje voorbereiding gedaan en we hebben nu eindelijk een geschikte kandidaat gevonden voor het directie cultuur. En ik ben blij dat hij ook de job heeft aanvaard. Belangrijk is dat hij nu de verantwoordelijkheid krijgt vanuit 1 maart voor het directoraat cultuur. Heel belangrijke poot van dit ministerie. We hebben afgelopen week afscheid genomen van mevrouw Daan, de gewezen directeur. En zij gaat een blijvende bijdrage leveren aan de directie cultuur en ook heel veel direct samenwerken met de nieuwe directeur. We hebben als tweede directeur, mag ik ook welkom heten, de heer Holband. Ja. We hebben de heer Holband kunnen recruteren, een man met een brede kijk op zaken op het beroepsonderwijs, omdat het voor ons een hele belangrijke tak wordt om in ontwikkeling te brengen. We danken ook mevrouw Poesa voor het tijdelijk waarnemen daar, samen met OD Verveer. Belangrijk is dat we een sterk team gaan moeten hebben op beroepsonderwijs, wat heel veel gaat gebeuren de komende maanden, de komende jaren op beroepsonderwijs.
de regering vindt het heel belangrijk dat studentenhuisvesting op een correcte manier wordt opgepakt. We hebben een aantal jaar terug het initiatief gehad op de campus een stevige gedurfd project op te pakken. En ik moet zeggen dat is gedeeltelijk gelukt. Een aantal gebouwen staan er, twee van ze, en die waar we inderdaad ook studenten in wonen. En we hebben nu een vooruitzicht om de situatie dat is achtergelaten afbouw nu in orde te brengen. Belangrijk is dat wij, als we aan studentenhuisvesting denken, dat we kijken naar de faciliteiten op de campus op een professionele manier. Op het ogenblik hebben wij dus een tweetal geoperationaliseerde, laten we zeggen, flatstorens waarbij we een kleine 137 studenten hebben verspreid over kamers met waar twee studenten verblijven en 134 studenten die verblijven samen dus in kamers voor vier studenten. Er is een issue geweest over de prijs van de huur. We hebben dat doorgepraat met de mensen. We hebben nu een compromis bereikt dat we een tussenoplossing gaan brengen. Waar de prijzen vroeger waren 400 en 600, hebben wij nu een tussenoplossing dat we gaan voor de twee kamers naar SRD 1000 en voor vier kamers naar SRD 600. Maar de kostprijs ligt wat hoger, respectievelijk dus 1750 en 29. In samenwerking met de VP hebben wij gezegd van we gaan een stukje ondersteuning geven voor de komende 6 maanden en tegelijk werkt het ministerie aan een voorstel vanuit een stukje tegemoetkomen in de studiekosten. Het heeft te maken met het social programma van de regering waar geld voor is uitgetrokken en we hopen binnen nu en een paar maanden dat echt rond. Het vraagt even wat organisatie met de NOB. Die details gaan we de komende weken helemaal uitwerken en we hebben dus een nieuw bestuur. Ja, en het bestuur is nu bezig om orde op zaken te stellen, reglementen, contracten en ook de gedragsregels op de campus. Tegelijk heeft het ministerie van Financiën en Planning overeenstemming gebracht met de LNR-groep om de rest van het gebouw die nog open staat, je ziet half afgebouwd, de vier andere torens, we gaan dat nu aanpakken binnen nu en 13 maanden. Zodat het bestand van kamers op dit ogenblik uitgebreid beschikbaar wordt gemaakt. Er is een wachtlijst, dacht ik, van 410 studenten die zoeken naar huisvesting van de verre districten. We gaan werken dus naar een goed functionerende studentenhuisvesting met een bestuur die goed in staat is om de procedures uit te werken. En de mensen moeten betalen voor de huisvesting en er moeten wat gedragsregels op de campus kopen zodat iedereen weet waar zij of hij aan toe is. De Economische Controledienst, ECD, van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie intensiveert haar activiteiten en zal strikter handhaven volgens wet en regelgeving. Coördinator Pratap Singh Gurdayal benadrukt tijdens een bijeenkomst met importeurs en winkeliers het belang van informatieverstrekking aan ondernemers en het meenemen van hun feedback om zowel consumenten als ondernemers te beschermen. De doelgroep die we vandaag hebben gehad, waren de vereniging van importeurs en de verenigingen van winkeliers. En het doel was om hun van informatie te voorzien. Daarin gaan we 1 februari zijn we bezig om met een verhoogde activiteit van ECD uit te voeren in het veld. En er zijn een aantal zaken geconstateerd. Volgens de wet en regelgeving konden we gelijk optreden, maar we hebben het gelaten. Wij zijn al een maand bezig om al de handelszaken erop te wijzen dat ze verkeerd zijn.
we corrigeren, we treden corrigerend op, omdat ik denk niet dat het de bedoeling is om onaangenaam te zijn naar de ondernemers. We hebben dat meegenomen. We hebben onze bevindingen vandaag gepresenteerd aan de Vereniging van Importeurs en ook aan de verenigingen van de winkeliers. En we proberen ze dus mee te nemen in onze besluitvormingen, omdat wij vandaag toch enkele zaken hebben opgemerkt die eigenlijk ook een praktische oplossing behoeft. Kijk, het is een input die we gehad hebben uit het veld en we gaan het heel serieus meenemen. Maar niet alleen de Belastingdienst, er is ook hier aangehaald dat we de Consumentenbond ook moeten meenemen. Het is de bedoeling dat de volgende sessie wordt met de doelgroepen die vandaag hier aanwezig waren, met de partners. En dan is het de bedoeling dat we één keer proberen, plooien die daar zijn om ze glad te strijken. Het gaat niet in één keer lukken. En dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Dat we constant in communicatie en overleg zullen zijn. We moeten de gemeenschap beschermen, maar aan de andere zijde ook de ondernemers. Dus het is natuurlijk laveren nu. Vandaar dus dat wij hun input heel veel nodig hebben. Dat wat wij geconstateerd hebben in het veld, dat is om de gemeenschap te beschermen. Maar natuurlijk, beschermen van ondernemerschap is natuurlijk ook een van de core business van het ministerie. Vandaar deze sessie en de sessies die nog zullen volgen. Oké, op de eerste plaats opereren we met een team. Team bestaande uit 4 ECD'ers. En in een team hebben we tenminste 2 BHVP'ers. Ze zijn getraind om zich op een zodanige wijze te communiceren dat het van de andere kant geen negatieve reactie opwerpt. Ze zijn getraind. De groepscommandant die krijgt een speciale badge vanaf nu om zich te legitimeren. Dat betekent dus ECD'ers alleen onder leiding van een groepscommandant kunnen optreden. We willen hiermee voorkomen dat er solo-acties worden ontplooid in het veld, wat wel gebeurd is. We zijn bezig eigenlijk de organisatie van ECD een beetje op poten te zetten en te laten functioneren zoals het moet. De ECD kan tot op een bepaalde hoogte optreden als BHVP'er, maar op het moment dat er een geval zich voordoet waarbij de hulp ingeroepen moet worden van het Openbaar Ministerie. We hebben in ons midden ook een officier van justitie, hulpofficier van justitie, een inspecteur van politie. We dragen de zaak over aan hem. Die treedt in contact met OM voor verdere afhandeling. Dan is de zaak dan overgedragen aan OM. Nou, we waarderen deze informatiesessie van de Economische Controledienst. Het is belangrijk dat inderdaad de gemeenschap op de hoogte wordt gesteld van de acties en de maatregelen die eraan komen. Ik begrijp dat ECD een beetje strenger gaat optreden in de nabije toekomst. Maar er is een overbruggingsperiode van ongeveer een maand. We zijn geïnformeerd waarop men gaat letten. Zaken zoals prijsaanduiding, winstmarges, etiketering enzovoorts. En we hebben verschillende pijnpunten van ons eigenlijk aangekaart. Ik ben in ieder geval blij met de aankondiging dat de winstmarges van de winkeliers naar een werkbare hoogte gebracht gaat worden. Want je kan niet alleen repressief zijn, maar de winkelier moet ook zeg maar, de ruimte kunnen hebben om zijn bedrijf te kunnen draaien, rendabel te kunnen draaien. Dus daarmee zijn we content. We gaan richting de gemeenschap informatie geven van wat we hier hebben vernomen. We zijn blij hiermee en we hopen die communicatie te blijven hebben. Ja. En die communicatie, ik kan me voorstellen dat de SQUA deelt met een heleboel Chinese winkels. Zal dat vertaald worden vanuit de SQUA? Ja, we zullen dat op de verschillende media, de Chinese kranten en ook bij de televisie, eigenlijk bekendmaken. Ja.
Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.